Ik ben Mieke Rozy, initiatiefneemster van KEK, de Castricumse etalagekunst. Vandaag sta ik op het Kooiplein, daar interview ik enkele exposanten. Ik sta nu bij het lege pand op het Kooiplein, waar het werk van Ines van Delen Siech te zien is. Zij maakt hele grote portretten met olieverf, met acrylverf, prachtige portretten. En bij haar gaat het vooral om de ziel en de geest van het model bloot te leggen. En ik vraag me af hoe zij dat doet. Wie ben jij? Ik ben Ines van Delen Siech. Hoe lang schilder jij al? Vanaf mijn 8e, denk ik. Zo. Maar ik heb mijn opleiding gedaan toen ik 40 was. Dan zeggen dat je een laatbloeier bent of dat niet echt? Nee, ik mocht de opleiding niet doen. We staan nu bij de supermarkt van het Kooiplein. Nou, je staat nu naast een portret van jou. Dan kun je dus werkelijk zien hoe groot zo'n portret is. Waarom vind je het zo lekker? Want dat zei je net al, om groot te werken. Het is automatisch gebeurd. Het werd groter en groter en groter. Ik las op je website dat je heel graag de ziel, de geest van je model vorm wilt geven in het portret. Hoe doe je dat? Doe je dat met kleur, met vorm, met de grootte? Of? Dat probeer ik in de ogen te leggen meestal. En de ogen is ook het allereerste waar ik mee begin. Aha. En als de ogen goed op het doek staan, dan is het eigenlijk al heel ver klaar. Dat is het eigenlijk. Het zijn de ogen. We hebben net portretten van jou gezien die je hebt gemaakt met olieverf. We staan nu voor een groepsportret gemaakt met acrylverf. En met dit portret zou je graag willen dat het bij een school terecht kwam om uit te lenen, begrijp ik. Klopt dat? Dat klopt. Ze mogen het een jaar aan de muur hebben. Oké, en als het dan na een jaar weg moet, dan mag het naar een volgende school? Dan mag het naar een volgende school. Nou, dat gaan we eens leuk regelen, Ines. Lijkt me een heel leuk idee. Waar is jouw werk allemaal te zien tijdens de KEK-week in de etalages? Ik weet sowieso op het Kooiplein dus, bij dat lege pand op nummer 6. Ja. Maar hier ook bij Time Supermarket en bij Armin de Kapper. En waar kan ik jouw werk online vinden? www.kunst-ines.nl. Ik sta hier voor het oude garagepand op het Kooiplein. En hier exposeert Karin Seyssouw. Zij is intuïtief fotografe. Samen met Mirjam van der Linden. En zij is textielkunstenaar en zij borduurt vrij. En ik vraag me af, die combinatie, hoe kunnen zij elkaar versterken? En hoe stimuleren zij elkaar? Wie ben jij? Ik ben Karin Seyssouw. Hoe lang fotografeer jij al? Ik fotografeer 5 jaar. En wat fotografeer jij het liefst? Ik ben het liefst op het strand en dan met zonsondergang en of in het duin of bij de zee zelf. En dan de zon in de zee zien zakken en foto's maken. Wie ben jij? Ik ben Mirjam van der Linden. En hoe lang maak jij al textiele kunst? Ongeveer 5 jaar. En mensen zeiden van, nou wat mooi allemaal. En dan vond ik dat ik er wat mee moest doen. En toen ben ik een opleiding gevolgd, kunstopleiding. Je werkt met quilten, je borduurt, je doet van alles met naald en draad. Maar wat doe je nou het allerliefste? Ik kan geen keuze maken. Het ligt er een beetje aan hoe ik me voel. Wat ik op dat moment voor handen heb en wat het lekkerste gaat op dat moment. Hier links zie ik een foto van Karin en rechts zie ik een borduurwerk van Mirjam. Nou, Karin die fotografeert intuïtief en Mirjam die borduurt vrij. Mirjam, wat betekent vrij borduren? Het is een technisch verhaal. Normaliter als je op een naaimachine werkt, dan wordt je werk voortbewogen door de naaimachine zelf. Nou, dat haal ik bij de naaimachine weg. En daardoor kan ik vrij bewegen van links naar rechts, van voor naar achter. En dat is eigenlijk vrij beduren. Lekker freewheelen. Ja, precies. Heerlijk. Nou ja, daar past intuïtief fotograferen wel bij, denk ik, Karin, toch? Dat past heel goed bij elkaar. Ik fotografeer echt vanuit mijn hart en niet vanuit dat er een mooie foto moet ontstaan. Ik zie wat en ik knip het. Ja, jij zegt het zo makkelijk, maar om intuïtief te kunnen fotograferen moet je toch al wat kennis hebben opgeslagen die je automatisch gebruikt. Toch? Dat klopt. Over kleur, compositie, perspectief, het licht, het gebruik van de camera. Dat zit al in mijn hoofd. En als ik aan het wandelen ben,
ja, dan komt dat vanzelf omhoog. En daar hoef je niet meer over na te denken. Niet meer over na te denken, nee. En hoe hebben jullie deze tentoonstelling gemaakt? Hoe ging de samenwerking? Versterken jullie elkaar? Hoe is het tot stand gekomen? Nou, ik denk zeker dat we elkaar versterken. Ik zag de vuut van Karin op Facebook. En ik vond hem zo prachtig. Ik denk, oh, die wil ik beduren. Dus ik heb Karin benaderd. En ik mocht hem beduren en zo is het eigenlijk gekomen. Hoe gaat de inrichting van zo'n tentoonstelling dan? Want ik weet nog dat ik jou belde, Karin, om deze ruimte aan te bieden met Mirjam. En dat jij gelijk riep van, wauw, gaaf die ruimte. En ik dacht van, jongen, daar ga jullie nog een pittige klus aan hebben. Hoe is dat gegaan? Nou, ik was inderdaad heel enthousiast en ik dacht, oh, dat is een mooie ruimte. Totdat ik binnenkwam en dacht, oké, dit is echt heel groot. Hoe moeten we dat gaan doen? Nou, binnen 2 dagen hadden we het thema bedacht. Er zijn ontzettend veel lieve mensen in Castricum die hun tuinstoelen, terrasstoelen, parasols, schilderezels, strandstoelen hebben uitgeleend. En gelijk zeiden van kom maar halen of ik kom het brengen. En zo konden we dus langs de buitenkant van de garage, zoals je ziet, eigenlijk de etalage naar buiten trekken. De grote ruimte achter je laten. En zo konden we onze kunstgezamenlijkheid. De Castricumse etalagekunst is nog te zien tot en met zondag 16 augustus. En waar kan ik jullie werk vinden? Hier in de oude garage op het Kooiplein. Mirjam, waar kan ik jouw werk online vinden? Op mijn site www.textileart.nl. En waar kan ik jouw werk vinden online? Op Instagram, Karin Zijsel.